Het is een van de drukste N-wegen in de provincie Zuid-Holland, de N211. De doorgaande weg vanaf de A4 gaat de komende jaren flink op de schop. Vanaf Rijksweg A4 in de richting van de veilingroute zullen weggebruikers merken dat ze op 3 in plaats van 2 rijstroken kunnen rijden. Daarbij wordt de kruising met de laan van Wateringse Veld gewijzigd door middel van een viaduct. Verkeer vanuit de wijk Wateringse Veld naar de A4 moet dan van dat viaduct gebruik maken, net als de verkeersstroom uit Westland naar de Haagse Wijk. De laatste grote verandering is de kruising van de Wippolderlaan met de veilingroute. Hier komt een viaduct voor het verkeer van en naar de veilingroute. Dat is ook echt nodig. Er gaan nu al 70.000 voertuigen overheen, dat worden er 100.000, verwachten we. Dus het is een enorm belangrijke ader voor Den Haag, voor het Westland. En daarom is het ons ook 41 miljoen euro waard als provincie om hier in de bereikbaarheid te investeren. De werkzaamheden beginnen volgend jaar. Weggebruikers moeten tijdens de werkzaamheden rekening houden met vertraging. Nou, de werkzaamheden leiden natuurlijk altijd tot wat overlast. Maar de aannemer gaat er natuurlijk ook gewoon voor zorgen dat het verkeer vlot en veilig door kan blijven rijden. En uiteindelijk gaat de weggebruiker natuurlijk van merken dat het allemaal veel makkelijker doorrijdt als het werk klaar is. Er komen ook 2 ongelijkvloerse kruisingen. Ik denk dat dat ook echt heel veel meerwaarde levert voor de bereikbaarheid. Sinds het doortrekken van de A4 door Midden-Delfland is het op de N211 drukker geworden. De werkzaamheden nemen zo'n 3 jaar in beslag.